Mastercheck. Hallo dames en heren van Mastercheck en welkom bij weer een nieuwe video met dit keer iets anders. We gaan namelijk, iets maken van deze vaccinelichtjes. Maar niet van normale vaccinelichtjes, maar zoals ze op zijn. Want dan kun je er niks mee, maar dat is toch zonde om dat weg te gooien, hè? Maar dit keer gaan we ze recyclen tot vaccinelichtolielampjes. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? De lege vaccinelichtjesbakjes. Lucifers om hem aan te steken. Een stukje katoen. En natuurlijk een stofschaar om dat stukje katoen te knippen. Olie. En dan moet je ook goed bewaren de lonthoudertjes, want die hebben we straks nog nodig. Nou, dan pakken we dus twee vaccinelichtjesbakjes. We halen de lonthoudertjes eruit. Dan maken we in de ene een deukje. En dan, als het goed is, passen ze nu precies in elkaar. Dan duw je ze dus in elkaar. Dan pak je een lonthoudertje, die duw je op zijn kop in het midden. En dan druk je een beetje, totdat er een gaatje in zit. Dan hoor je zo plop. Er zit een gaatje in. Nou, dan halen we het weer uit elkaar. Gaan we nu het lontje knippen. Je moet even kijken, zo. Ongeveer op de, twee keer zo hoog als bakje. Nou, die knippen we. En dan gaan we even kijken hoe breed. Dat maakt niet uit, maar hoe breder je hem duwt, hoe dikker de lont. Dus dan moet je misschien het gaatje vergroten. Nou, dan rollen we hem heel strak op, zodat hij goed door het gaatje past. Misschien is het handig om hem een beetje met een puntje op te rollen. Zo, dan pakken we hem aan de andere kant doorheen. Even kijken, zit hij er goed doorheen? Ja. Nou, dan doen we er olie in. Ongeveer voor de helft vol met olie. En we konden geen lampenolie vinden, dus we hebben deze olie gebruikt, maar dit werkt ook prima. Nou, dan zetten we de deksel er weer op. Zit het lontje nog goed? Ja. Hebben we ook even het overtollige kaasvet er nog uitgehaald. Het is niet erg hoor dat het er nog in zit, maar ik vind het gewoon wat netjes. Hè. Nou, en dan wachten we totdat hij goed nat is geworden. Nou, je ziet nu dat de lont nat is. Kijk, je kan ook zien, ik heb even op dit beetje katoen een beetje nat gemaakt. Dan zie je dat de lichte plekken die zijn nog droog en de donkere plekken die zijn nat. Dus dan kun je herkennen of hij al goed ingetrokken is. Nou, dan steken we hem aan. Ik ga even wachten totdat hij goed brandt. Nou, en daar heb je hem. De olielamp. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want de feestdagen komen er straks weer aan. En dan zal maar net hebben dat je kaarsjes op zijn, maar je kan ze dus hergebruiken. Wat ook mooi is, is dat het natuurlijk zilver is, dus het reflecteert het licht nog extra. En door de lont langer of korter te maken, hoe langer je hem maakt, hoe groter de vlam en hoe korter je maakt, hoe kleiner de vlam. Een vaccinelichtje, die kun je bijvoorbeeld gezellig op de tafel zetten tijdens het eten. Of op de koffie. Maar kan dat niet beter? Nou, ziet dit er niet gezelliger uit. Je ziet helemaal het licht weer kaatsen op de tafel. En dat heb je niet hoor, bij die ander. Een vaccinelichtje gebruik je voor onder de thee. Maar dat kan toch beter? Nou, daar is onze verbeterde olielamp vaccinelichtje. Je kan hem dus ook gebruiken voor onder de thee. En zeg nou zelf, wat is er nou mooier? Dat vaccinelichtje of de nieuwe superverbeterde Uber olielamp? Dit was Mastercheck voor vandaag. En tot de volgende keer. Maar voordat je gaat, wil ik nog één ander ding uitleggen. Aan de olielampen, die kun je namelijk bijvullen. En bij een vaccinelichtje kan dat niet. Doeg!